Die shirt ook, dat shirtje. Wat zei je nou? As my kiss. Oh my god. Ja, en dan ga je rijden. En dan, voor mij is de brug nu net dicht. Hier, ik sta hier bij Ketelbrug. Maar ik wou toch even het uitzicht laten zien hier, Ketelbrug. Het is toch wel vet om te zien eigenlijk dit. Kijk hier, daar ligt Urk, ligt daar. En dit is dus de, ja, hoe heet ik weer, IJsselmeer, hè? Is het. Dus op zich al vet hier om altijd hier overheen te rijden. Dat is wel mooi aan Flevoland, vind ik zelf. Het is jammer dat ik niet meer in Flevoland woon, maar ik vind ook gewoon een beetje natuurwater. Vind ik ook leuk. Ik hoop echt dat ik weer zo snel mogelijk hier kan gaan wonen. Maar we gaan even kijken. Voor mij gaan we alweer rijden. Dat is mooi. Maar ja, onderweg naar Paul dus. Paul jarig. Jamie is net jarig geweest. Even cadeautje halen dus bij de Bart Smit. Maar ik heb er wel zin in weer. Ja toch? Het is alleen wel kloten voor mijn dieet. Maar ja, dan moet ik maar een dagje vast of zo. Weet ik veel. Ik zie het wel. Ja toch? Zo, nou. Cadeautjes gehad voor Paul en Neo. Cadeaubonnetje gewoon bij de Bart Smit. Maar wel leuk, daar hadden we net van die verpakking eronder. Voor omheen. Wel grappig, eigenlijk. Het kost nog bijna meer dan die hele cadeaubon. Maar ja, dat maakt niet uit. Maar what the fuck man, in Almere is tegenwoordig schijnbaar. Kan je dus alleen maar pinnen. Alleen maar pinnen. En niet meer gewoon met contant geld betalen. Wat toch wel. Ja, ik weet niet, maar. Volgens mij is het toch wel gewoon. Geld toch een wettig betaalmiddel, maar oké, het zal wel. Maar ja, we gaan nou naar Paul. En 3 minuutjes rijden nog en dan gaan we party time. Yeah. Zo, gaan we Paaltje verzoeken. Kinderen, zie je al bij het speelveld hier. Kijk maar, hier, hup. Doe stonden ze, daar loopt hij. Oh, kijk, sportief zijn. Oh mijn god, heb je die gozer ook weer? Wat doe je? Heb je die gozer ook weer? Oh, kijk! Oh my god! Zo! Dit is opgenomen, hè? Dit is opgenomen, hè? Dit is opgenomen, hè? Hij was wel voor, hè? Hallo! Hallo! Gaat die Jamie? Hoe kun je nou mij raken? Ik heb mijn hand aan! Papa! Papa, ik heb mijn hand aan! Ja, dit is Tom, hè? Dat deed ik niet, hè? Loser. Oh. Die shirt ook, dat shirtje. Wat zei je nou? As my kiss. Oh my god. Opa. Opa, dus zeg, hey, ik ben hier gelijk in school geweest. Ik zeg altijd opa tegen jou, heb ik altijd al gezegd. Of niet? Opa, ja. Oké. Okay. Een soort zoet. Ja toch? Ik heb toch altijd altijd tegen jou, toch? Die nu. Maar hoe gaat het dan met je? Je gaat met ons, met de familie en zo. Ja, eentje nog. En we gaan met de familie gaat heel goed. En met de kinderen en kleinkinderen. En we hebben veel plezier met elkaar. En we zijn één familie eigenlijk, kan ik zeggen. Ja, de rest. Keep cool, hè? En, ja? Blijven met de beide benen op de grond staan, hè? Allemaal. Dus, ja. Maar, wanneer gaan we nou een keertje mee naar darten? Dan gaan we een keertje darten. Nou, ik vond het leuk. Hij kwam toevallig, weet ik, kwam niet tegen vorige week op de Koninginzag. Paul, maar met zijn dochter was hij er. Met zijn dochter, zijn vrouw is een paar jaar geleden overleden. Denk ik, maar hij heeft Paul even. Paul? Weet je, was je vorige week op de. En die zei van, ja, ik vind het daar wel leuk. Ik ging er toch gezellig altijd mee met darten. Opa was altijd supporter. Echt supporter, ja, darten. En ja, goede herinneringen en gezellig. En jongens worden al bij Paul en Chris vaak weer manita's en zo. Dus ik word de hele avond zijn 15 jaar. We hadden het net over darten. Paul, we hadden het net over darten. En de monitors en hij zo. Zegt, wanneer nou, je kan zeggen wat je wil. Ja. We wonnen wel gewoon elke zondag. We waren net als met YouTube was ik de meest gehate. We waren de meest gehate darters. Nog op een gegeven zondag. En bovendien, als jij dus toevallig een keertje 180 gooit de week of zo. Nee, vroeger was zo, bij 180 kreeg je een gratis consumptie. En wij gooiden daarna een keer 3 op een avond, en 2. En wij 5 drankjes. Ja, elke avond was hij persoon bij. Maar we waren beter in darten dan in gaming. Ja. We waren wel. Ja. Dus,
Paul druk heb je. Dus, ja. Okay, dus, Paul was degene, en Chris was cooler. Paul was meer explosieve dat. En Chris was meer de cooler dat. Van, cooler. Ja, die stoel was cool, hij moet cool van ijskoud. Ijskoud. Ik moet gewoon. Ik dacht dat hij die stoel was nu. Nee. Ja, dat minder voor de laatste tijd, maar ik moet echt gooien, hup. We moeten gooien. Tippel 17 en de boel, hup, tippel 17. Hey. Maar het mooie was, hij reageerde hem nooit. Maar ze haatten hem doordat hij alles uitgooide voor een bek weg. En het mooie is, hij checkt, ik ga voor de visie. En die gast stond hem in een pijltje erachter. Die kon wel de grond zakken. Het mooie was, ik een visie. Kijk, opa een visie, opa drankje bestellen. Dat was het gewoon. Dat is een wapen. Maar jammer dat het dan voorbij is. Maar goed, wie weet. Ja toch, we gaan het toch weer... Misschien een keer daar krijgen. Ja, weet ik. Tegen. Ja, wel, ja, bij jou volgen. Bij mij volgen ook een paar mensen van darten. Die kwamen zonder tegen, op de dingen vrijmaakt. Tom van Loenen. Ja. Die zei van, hey, ben je weer? Visie Vlog FM. Yes. Mijn dieetvlog. Nou. Feestje afgelopen, opa is er nog, met een vodka. Maar Vis is er nog, dan gaan we er binnen. Goedemorgen. Jezus mensen, ik ben moe. Gisteren een feestje dus gehad bij Pauls thuis, dus we gaan vandaag weer wegen. Het is vandaag zondag natuurlijk. En altijd spannend. Alleen ik ben wel bang dat het gewoon niet veel gebeurd is. Dus ja, we gaan gewoon weer, naar de badkamer toe. Kom hier vandaan. Lekker, Chris. Badkamer. Ik heb hem even klaargelegd natuurlijk. Dat moet ik nog pakken. Dus, ik zit in de goed. Ik kan het nu zien. Ja, jullie zien mij niet, maar ik zie mijzelf in de spiegel. Ik zat niet echt helemaal lekker voor. Dan moet ik een beetje aan wennen. Aan het richtpunt kijken. Maar maakt niet uit. We gaan er gewoon even wegen. Ja, toch? En, nou, dan gaan we even kijken. Tadaa! Nou, val bij. Maar, 100 gram is aangekomen. Maar ja, dat kan natuurlijk. Maar eigenlijk, als we het zo bekijken, sinds vorige week ben ik er in ieder geval 1,6 kilo afgevallen. Dus dat is op zich wel goed nieuws. Dus daar ben ik blij mee natuurlijk. Kijk, ja, gewoon wat veel gegeten natuurlijk. Gaat automatisch natuurlijk, een beetje drinken erbij. Ja, dat is allemaal niet goed voor de conditie. Maar in ieder geval wel goed onder controle gehouden. Vroeger was ik meteen gewoon boom, half kilo erbij. Paar, half kilo erbij. En nu in ieder geval nog een beetje onder controle. Nou, ik ga lekker van de week in ieder geval lekker weg. Veel lopen, want ik ga ook naar Hellendoorn dinsdag. En dat is ook goed natuurlijk voor de conditie. En is ook lekker trouwens, lekker buiten zijn en zo. Dus dat vind ik ook top. Dus al met al vind ik in ieder geval de eerste week is in ieder geval goed geslaagd. En... Top hier.